welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaat het over wenkbrauwen. Ik ga vandaag de Essence Couldn't Care More wenkbrauw collectie testen. Essence is uitgekomen met echt een heleboel wenkbrauwproducten. Allemaal weer super goedkoop, super betaalbaar, want het is Essence obvious. En ze zijn echt letterlijk niks vergeten. We hebben een pincet, wenkbrauwgel, wenkbrauwmasker, serum, scrub. Het is echt van alles. En we gaan het gewoon vandaag allemaal testen en kijken wat we ervan vinden. Dus vandaar dat ik mijn wenkjes nog niet heb gedaan. Dat zijn jullie niet gewend van mij. Normaal begin ik mijn video's altijd met mijn wenkjes al gedaan. Maar vandaag gaat het dus letterlijk daarom. Ik heb altijd een hekel aan mijn wenkbrauwen doen. Wenkbrauwen doen is wat ik het minst leuk vind aan mijn make-up routine. Dus ik hoop dat de producten van vandaag het wat makkelijker en leuker gaan maken voor mij. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, ik ga even mijn haren uit de weg halen met een haarbandje. Alle producten zijn helemaal nieuw. Voor mij heb ik nog niet gebruikt behalve dit wenkbrauwmasker. Dit is de Essence Overnight Brow Mask. Dit is dus een wenkbrauwmasker die je moet opdoen voordat je gaat slapen en het dan gewoon de hele nacht kunt laten intrekken. Dit moet je wenkbrauwhaartjes verzorgen. Er zit aloe vera, panthenol en castoroli in. En dat zijn allemaal ingrediënten die je wenkbrauwen moeten verzorgen. Dus deze heb ik gisteravond aangebracht en gewoon de hele nacht laten inwerken. Het heeft gewoon zo'n klein kwastje, dus het is echt heel makkelijk om aan te brengen. Ik moet zeggen dat ik vanochtend ben opgestaan en niet per se voel dat er iets anders is met mijn wenkjes. Alles voelt gewoon nog de same aan. Ze zijn niet per se zachter of whatever. Maar goed, ik heb hem pas 1 keer gebruikt. Maar ik voel nog niet echt effect. Maar ik ga hem zeker nog wat vaker gebruiken. Dus ik hou jullie op de hoogte. Maar voor nu, ik voel niet echt een verschil of zo. Dan ga ik verder met de scrub. Dit is de Essence Couldn't Care More Caring Brow Scrub. Dit is dus een wenkbrauw scrub. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik gebruik altijd een scrub voor mijn lichaam, voor mijn lippen, voor mijn gezicht. Maar wenkbrauwen, ik wist helemaal niet dat het een ding is. Dus ik ben hier echt heel benieuwd naar. Er zijn een heleboel claims. Het is geschikt voor elke huid. Ideale basis voor je wenkbrauwroutine. Reinigt en verzorgt de huid rondom je wenkbrauwen. Gaat ingegroeide haartjes tegen, verwijdert dode huidcellen, bevat kaster en zonnebloemolie en hydrateert, verzacht en verzorgt je huid. Deze hele collectie is ook weer vegan en cruelty free. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop dat hij het hier lekker zacht gaat maken en zo. Dit is hoe de scrub eruit ziet. Gewoon zo'n hele lichte roze kleur. Oké, laten we het gewoon doen. Ik pak gewoon een klein beetje. Ik weet niet hoeveel ik moet gebruiken. En dan ga ik het gewoon een beetje zo inwerken of zo. Ik ga stuk. Dit voelt zo apart aan. Ik heb hier helemaal geen ingegroeide haren. Ik wist helemaal niet dat je dat ook hier kunt hebben. Zijn er mensen die ingegroeide haren hebben bij de wenkjes? Heel veel vrouwen hebben daar ook last van bij de schaamstreek en zo. Maar bij de wenkbrauwen heb ik nog nooit echt van gehoord. Oké, nou begint het een beetje zotig van op te drogen. Dan moet je het wegvegen met een warm nat washandje of iets. Maar ik gebruik gewoon even make-up remover. Want ain't nobody got time om helemaal naar beneden te gaan en een washandje te halen. Het scrubt wel echt. Dat voel je echt heel goed. Oké. Het is hier nou ook een beetje rood. Zoals je kunt zien, mijn huid is echt heel gevoelig. Wordt echt altijd gelijk rood. Dus je ziet dat het echt iets heeft gedaan. Oké, mijn wenkbrauwen voelen echt heel zacht aan. De huid eromheen voelt ook echt heel zacht aan. Dit heeft echt nut. Ik weet niet of dit iets is wat ik echt day-to-day zou gaan gebruiken. Want ik heb gewoon gezichtscrub. En dan scrub ik ook gewoon altijd hier. Dus ja, dit is wel een beetje een extra stap. Maar ik denk dat ik hem nog wel af en toe gewoon ga gebruiken of zo. Als ik er gewoon zin in heb. Want het heeft wel echt nut. Het maakt hier echt super zacht. I love it. Dan ga ik verder met een serum. Dit is de Essence Couldn't Care More Brow Serum. Oké, dit moet er dus voor zorgen dat je wenkbrauwhaartjes dikker worden, meer worden. En dat je gewoon al met al weer wat vollere wenkbrauwen krijgt. Er zit panthenol, cafeïne en hyaluron in. Dus dat zijn allemaal goede ingrediënten voor je wenkbrauwhaartjes. Dus ik ga hem gewoon even snel aanbrengen. Je moet dit dus wel vaker gebruiken. Dus ik ga sowieso nu nog geen verschil zien. Maar ook hiervan ga ik jullie op de hoogte houden. Of dit mijn wenkbrauwen echt weer wat voller maakt. Want ik heb mijn wenkjes best wel veel geplukt. Ik had vroeger altijd best wel volle wenkbrauwen. Hier zat allemaal haar. En dat heb ik helemaal weggeplukt. En het komt ook niet meer echt terug ofzo. Dus ik ben benieuwd of dit ook echt iets gaat doen.
Maar ja, nogmaals, dit gaat niet na één keer gebruik ervoor zorgen dat ik weer helemaal volle wenkjes krijg. Deze moet je echt vaker gebruiken. En er staat hier dat je hem gewoon elke dag moet gebruiken, zodat het een resultaat gewoon is wat jij wilt. Dus ja, hiervan hou ik jullie dus op de hoogte van deze beide producten. Oké, dan heb ik hier nog wat wenkbrauw tools. Ik heb de Essence Eyebrow Tweezer. En ik heb de Essence Couldn't Care More Shape and Shave Trio. Dit zijn dus allebei tools om je wenkbrauwhaartjes te verwijderen. Dit is gewoon een pincet. Daar hoef ik niet echt meer iets over te vertellen. Iedereen weet wat een pincet is. En ik heb hier een Shave Trio. En dat is om je wenkbrauwhaartjes weg te scheren. Dat doe ik heel vaak. Ik heb er hier ook twee. Dat doe ik altijd wanneer ik geen zin heb om helemaal in te gaan met een pincet of te harsen. En gewoon eventjes snel van deze haartjes hier af wil. Dan gebruik ik altijd zoiets. Ik heb nou expres alle haartjes hier gewoon gelaten. En dan kunnen we deze producten gaan gebruiken. Laten we even inzoomen op de wenkbrauwen. Mensen, ik voel dat dit wenkbrauwserum echt iets doet. Ik voel het een beetje, ik wil niet zeggen branden, want dat komt heel slecht over. Maar het voelt een beetje als een hele licht branderig gevoel aan, zeg maar. Ik voel echt dat het volgens mij echt iets doet. En dat had ik met dit masker niet. Dit masker, ik voelde echt gewoon helemaal niks. Alsof het gewoon letterlijk niks deed. Maar dit voel ik wel echt werken. Dat is wel een heel apart gevoel. Oké, laten we even beide openmaken. Oké, dit is zijn dus gewoon drie van dat soort kleine mesjes. En je hebt er dus drie, want je moet ze best wel vaak vervangen. Ze zijn gewoon alle drie identiek aan elkaar. Laat ik de roze gaan gebruiken. Dit is dus een soort van wenkbrauwkam. Dit is een borsteltje om de losse haartjes weg te halen. En dan heb je hier het mesje. Je begint dus eerst met de kam en dan borstel je je haartjes een beetje zo omhoog, zeg maar. Ik ga hier de pincet gebruiken en hier ga ik dit mesje gebruiken. Oké, nou heb ik de haartjes weggehaald. En wat ik dan nu doe is hiermee alle losse haartjes zo weghalen. Dit is echt super handig. Ik vind dit echt geweldig dat je echt alles zo in één hebt. Deze pincet vind ik niet zo fijn. Hij is best wel bot en groot, waardoor je niet echt heel goed bij de kleine haartjes komt. En je wenkbrauwhaartjes zijn best wel klein. Dus ja, dit pincet vind ik niet zo fijn. Ik vind dit wel echt geweldig. I love it. Het doet echt wat het moet doen. Het haalt zo helemaal zo alle haartjes weg. En het is ook een beetje klein, dus je haalt niet te veel haartjes in één keer weg. Bijvoorbeeld dit mesje is echt heel groot. Kijk even het verschil. Dus hiermee haal je al heel snel iets te veel haar weg. Of maak je een fout waardoor je halve wenkbrauw eraf is. En die fout maak je hiermee niet heel snel. Omdat het dus zo klein is. Dus ja, ik vind hem echt heel fijn. I love it. Dan heb ik hier een roller. Dit is de Essence Aftershave Brow Roller Cooling and Calming. Dit product had ik al en die heb ik al in een andere Essence video getest. Dit is dus iets wat je wenkbrauwen weer zo verkoelt nadat je hebt geëpileerd, geharst of geschoren of wat je ook hebt gedaan. En dit product heb ik al vaker dus gebruikt en ik vind hem echt geweldig. Hij verkoelt echt helemaal en vooral ik omdat ik een beetje een gevoelige huid heb en het hier echt best wel warm wordt, vind ik dit echt super fijn en het trekt echt heel snel in. Dus ik vind dit echt een top product. Maar nogmaals, ik heb hem al dus in die andere video getest en daarin vond ik hem ook echt al geweldig. En dat is niet veranderd. Dit is echt een super fijn product. Je hoeft de gel er niet af te halen. Het trekt gewoon helemaal snel in en dan is het gewoon weer helemaal droog. Echt fantastisch. Het laatste product kan ik pas aanbrengen als ik mijn wenkies helemaal heb gedaan. Dus dat ga ik nou even snel doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn wenkbrauwen zijn helemaal gedaan. Ik zal in de beschrijving beneden zetten wat ik heb gebruikt. Nou ga ik verder met een gel. Dit is de Essence Couldn't Care More Caring Brow Fixing Gel. Dit is dus een wenkbrauwgel die ervoor gaat zorgen dat je wenkbrauwen goed op hun plek blijven en mooi omhoog gaan staan. En het verzorgt en hydrateert ook. Oké, laten we het proberen. Het heeft zo'n grote applicator. Oké, het heeft de haartjes echt goed omhoog gezet. Hij is best wel groot, dus ik denk dat hij niet geschikt gaat zijn als je hele dunne wenkjes hebt. Maar hij heeft ze echt wel goed omhoog gezet. Nou ga ik even mijn gezichtsmake-up helemaal doen en dan ga ik zien of ze nog omhoog staan aan het einde van de look. Dus ik kom zo bij jullie terug. En dit was ook het laatste product van de collectie. Oké, jongens, daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik ben een beetje voor een naturel bronzy look gegaan. Ik heb dit Pixie Oog schaduwpaletje gebruikt. De wimpers die ik op heb zijn van Maria Malky Cosmetics in de stijl Leana.
En voor mijn lippen heb ik lippot loodje Sweet Tea gebruikt. En deze lipgloss van Too Faced Lip Injection Lipgloss van de Teddy Bear collectie. Oké, dit is dan hoe mijn wenkbrauwen er nou uitzien. Ik zal eventjes vliegensvlug vertellen wat ik nou van alle producten vind. Want ik heb een mening. Ik zal beginnen met de scrub. De scrub vind ik echt heel erg fijn. Maakt het helemaal zacht. Toen ik mijn wenkbrauw aan het inkleuren was, voelde ik ook echt dat het beter aanbracht. Omdat het oppervlakte zo zacht en smooth was. Dus deze vind ik echt heel erg fijn. De wenkbrauwgel vind ik niet zo fijn. Haartjes zijn alweer helemaal omlaag gevallen. En het is iets te waterig, waardoor het mijn wenkbrauwpotlood ook verschuift. En dat vind ik niet zo fijn. Deze brow mask, ja, zoals ik al zei, ik voelde echt helemaal niks. Ik heb het gevoel dat het echt helemaal niks doet. Dus ik raad hem voor nu niet aan, maar ik ga hem nog wel blijven gebruiken. Deze wenkbrauw serum vind ik denk ik wel fijn. Ik voelde het echt iets doen. Obviously moet ik hem nog vaker gebruiken om echt te weten of ik er echt vollere wenkjes van krijg. Maar ik voelde tenminste dat het iets deed. Dus ik hou jullie op de hoogte. De wenkbrauwroller vind ik echt heel erg fijn. Ik gebruik hem iedere keer als ik heb geharst of wat dan ook. Ja, en de pincet vind ik ook niet zo fijn. Te groot en te bot. Dus wat ik niet aanraad is de pincet, de wenkbrauwgel en het nachtmasker. Voor de rest raad ik alles gewoon aan. Ik vind het echt wel fijne producten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en er iets aan hebben gehad en hebben genoten. Let me know beneden in de reacties wat je van de collectie vindt, van de video, van mijn wenkies. Al met al waren het best wel gewoon fijne producten. Vooral die scrub. Ik ben echt in shock. Dus laat me weten wat jij ervan vindt en of je misschien ook al iets hebt getest van de collectie. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!